Hij is altijd Van Dulmen fan geweest, oud-Vitesse-directeur Joost de Wit. Hij vond het hoog tijd voor een eerbetoon. Zo rond de jaren 80 was hij vaak in dit café in Ammerzoden. Het was de uitvalsbasis van de honderden fans. Hier ligt het oude motorpak van Boet, waar hij menig wedstrijd in gereden heeft. We vinden hier zijn helm, zijn bekers die veel gewonnen heeft. Ja, dit is een stamcafé van vroeger, Café Het Centrum. Hier is het allemaal begonnen. Van Dulmen, hier met start nummer 11, deed niet onder voor internationale fabriekscoureurs. En dat terwijl hij op zijn eigen motor met een heel krap budget reed. Den Boet, zoals hij werd genoemd, begon zijn carrière in zijn eigen Ammerzoden. Daar reed hij zijn eerste echte race. De motorrace kwam naar Ammerzoden en ze wilden een lokaal iemand mee laten rijden. En dat werd Boet, maar niemand had verwacht dat hij gelijk nummer 1 zou worden. Den Boet schitterde over de grens en bij de TT in Assen. Een standbeeld is dus dik verdiend. Boet van Dulmen is bij de onthulling. Door gezondheidsproblemen kan hij niet geïnterviewd worden, maar een dochter legt graag uit hoe bijzonder deze dag is. Vaak worden mensen geëerd als ze er niet meer zijn. En hij is er gelukkig nog wel en het is leuk dat je dat samen mee mag maken, toch?